Hallo Ingrid. Ja, ik ben de schuldige. Ik heb u genomineerd voor leraar van het jaar. Wij zijn u nog altijd, na toch bijna 3 jaar, heel dankbaar voor wat jij betekend hebt voor de Zeno. Hij is bij u in de klas gekomen met een hele rugzak, vol problemen. En niemand wist eigenlijk wat ermee te doen. Je hebt hem van de eerste dag eigenlijk met een wit blad verwelkomd. En elke dag opnieuw was er dat wit blad. Wat dat zelfs voor een ouder niet evident is, voor dingen te vergeten die gisteren en eergisteren en ervoor gebeurd zijn. Je was ook de eerste die daar verder in zag en zag dat er wel meer aan de hand was. En tegen dat december was, hadden we zijn diagnose van ASS en ADHD. En wat dat voor hem ook het verschil, denk ik, geweest is in een diploma na 6 of geen diploma na 6. Je hebt voor hem in de klas ook een boek voorgelezen over het autisme. En dat is voor hem, denk ik, heel veel geweest. Ook voor naar zijn vertrouwen toe en naar de andere kinderen toe en naar vriendjes. Hè, want op een gegeven moment schieten er geen vriendjes over als je zo zei, als je geluidjes maakt en als je altijd begint te vechten of begint te roepen. Door dat ook onze klasgenoten een beetje mee duidelijk te maken en er meer begrip voor te laten opbrengen, is dat voor hem ook weer een heel ding geweest voor zijn zelfvertrouwen. En dat hem nu in de kokschool zit, dat hem het daar nu zo goed doet, is eigenlijk een bevestiging van het waarderen van zijn talenten en het waarderen van zijn eigenheid. En ik weet dat we altijd u daarvoor gewoon in ons achterhoofd houden. Voor al het vertrouwen en alle kansen die jij hem gegeven hebt. En als hem ooit zijn restaurantje begint, dan zit jij daar de VIP-gast en dan moet jij er altijd gratis wel een maaltijdje komen doen.